Yes, 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 daar zijn we natuurlijk weer met een gloedje nieuwe update video. Als je dit een leuke video lijkt, druk alvast op het duimpje omhoog. Daarmee support je natuurlijk ook heel erg de video. Abonneren kan ook op dit kanaal om niks meer te missen over Fortnite. En jullie zien direct de itemshop van vandaag in beeld. Dus ja, als je iets superleuk ziet staan, je kunt overwegen om onze code in te vullen rechtsonder in de itemshop. Onze code is te veel gevraagd en wie die code ook heeft ingevuld is anime on 60 fps. Ik heb dit dungeon gekocht met jullie code. Hey, anime, heel erg bedankt voor het halen van die emote. Met onze code zie ik een dikke SO naar jou. We gaan door, denk ik, naar het eerste topic. Ik heb vandaag, redelijk wat. Niet al te veel, niet al te weinig. Laten we direct gaan beginnen. Ja, zoals gewoonlijk, we beginnen natuurlijk eventjes met hoe ver we zijn in dit seizoen. Nou, op dit moment zitten wij op 27%, dus dat betekent dat we nog 61 dagen moeten, oftewel precies 2 maanden. Ja, dat is echt perfect, dus het gaat rapjes, wat ik ook elke dag weer zeg, maar het is gewoon zo. We gaan snel er doorheen, we gaan ook snel naar het volgende topic. Ja, en dit gaat eventjes over iets heel erg interessants. Namelijk, we hebben natuurlijk de Fortnite Crew Pack. Maar op dit moment moet je 12 euro betalen. Krijg je een skin, krijg je V-Bucks. Maar veel mensen vinden dat niet genoeg. Nou, Epic Games of Fortnite, die merkte dat. En wat gaan ze nu doen? Nou, ze zijn bezig met het uitgeven van surveys. Dus dat betekent dat jij een vragenlijstje moet beantwoorden eigenlijk. En waarschijnlijk wordt de Fortnite Crew Pack dus aangepast. Er worden namelijk extra dingen bijgedaan. En dit is het eerste lijstje waaruit je kunt kiezen wat jou dus interessant lijkt. En als dat veel stemmen krijgt, jouw stem dan, of jouw keuze, dan, dan komt dat wellicht in de Fortnite Crew Pack. Als een voorbeeldje, dat je bijvoorbeeld je accountplaatje een soort van flare effect krijgt. Of dat jij in creative met meer mensen kunt. Of bijvoorbeeld een XP multiplier, dat je die hebt. Ze hebben ook meerdere andere dingen toegevoegd. Want in principe was dit lijstje al uit. Maar ze hebben nu meer dingen toegevoegd. Bijvoorbeeld dat jij in de Epic Games Store een soort van credit krijgt waarmee je games kunt kopen. En ook, wat een hele interessante is, is dat je in andere games, denk bijvoorbeeld aan Rocket League, dat je daar dingen krijgt. Dus ze gaan echt er iets groots van maken. En ja, dit wordt het grote nieuwe ding, denk ik. De Fortnite Crew Pack is maar net eigenlijk gelaunched en is nog redelijk basic. Maar er gaat veel aankomen, denk ik. Maar op dit moment, ja, is het waard om te halen? Voor de ene wel, voor de andere niet. Ligt er maar net aan ook hoeveel je verdient. We gaan door naar het volgende topic. Ja, en dit is eventjes een interessante. Namelijk, dit gaat eventjes over natuurlijk de nieuwe styles die je kunt unlocken wanneer je boven de level 100 bent. Op dit moment ben ik ook rond de 100 level 30 of zo. En ik krijg inderdaad andere styles. Namelijk, op de eerste paar levels, boven de level 100, krijg je deze styles. Namelijk, dit zijn de Chromium styles. En wanneer krijg je deze? Nou, je krijgt deze op level 110, 130 en 150. Daarnaast hebben we ook deze. Dit zijn de Runic styles. En deze krijg je op level 160, 180 en 200. Ja, en de meest bijzondere die je kunt krijgen, of ja, meest bijzondere, je moet gewoon een hoog level worden, dat zijn de Golden styles. En hiervoor moet je level 205, 215 en 225 worden, wil je ze alle drie krijgen. Dus het zijn zeker weten wel geinige styles. Maar is het het waard? Nou, eerlijk gezegd, ik ben er niet, ja, echt een fan van of zo. Ik vind ze wel grappig eruit zien. Die gouden variant vind ik wel grappig. In de background zien jullie volgens mij ook een hele tijd een banaan, een gouden banaan bij mij in de buurt zijn. Die kennen mij, denk ik. En die is ook gehaald door een hoog level in een andere season. Zo hebben ze dat natuurlijk vaker gedaan. Maar ik wil eigenlijk dat ze iets anders gaan doen. Maar wat, dat weet ik niet. Maar iets anders dan een simpele gouden gloed over een skin. En ik vind dat te simpel. Maar goed, dat is mijn mening. We gaan door naar het volgende topic. Ja, dit is eventjes een leuke. Namelijk de Fortnite Korea Twitterpagina. Die heeft dit plaatje getweet. Jawel, en wat gaat dit zijn? Fortnite X Minecraft. Oké, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Maar het is in ieder geval dus een Llama X, een pickaxe. En beide zijn van Fortnite. Dus dat vind ik een beetje apart. Wat gaat dat dan precies zijn? Nou, we komen er als het goed is morgen achter. Want morgen is het 9 april. En dan gaan ze als het goed is iets teasen.
Ja, ik heb geen idee wat. Of het dan al gereleased wordt, ja of nee. Geen idee. We krijgen, laten we het zo zeggen, 9 april meer informatie. Dus ik hou jullie natuurlijk morgen ook up-to-date. Hopelijk heb ik dan alvast het nieuwtje. Ik denk het niet. Ik denk pas 10 april. Maar we gaan er sowieso achteraan. We gaan ook door naar het volgende topic. Ja, dit is eventjes een klein dingetje. Namelijk Fortnite Status. Die heeft het volgende getweet. Namelijk dat Performance Mode een aanpassing gaat krijgen. Jawel, namelijk in Competitive Mode heeft het een te grote invloed, waardoor ze sowieso aanpassingen moeten doen. Als een voorbeeldje, nou, de storm in Performance Mode is eigenlijk geen storm meer. Je ziet letterlijk gewoon geen storm. Dus het is best wel oneerlijk als je geen Performance Mode aan hebt, want dan zie je helemaal niks. En in Performance Mode kun je alles heel erg gemakkelijk zien. Dus ze gaan dat oplossen. Daarnaast is er ook iets met een soort van building structure iets of zo. Ik weet niet exact wat dat is. Ik begrijp dat niet helemaal. Maar sowieso, die storm gaan ze dus aanpassen in, denk ik, de volgende update. En we gaan door naar het volgende topic. Ja, en dit is er eentje uit 2017. Jawel, namelijk, dit gaat eventjes over een leugen van Fortnite. Jawel, Fortnite heeft namelijk gelogen. En waarover hebben ze gelogen? Nou, ik heb dit al een keertje aangekaart, denk ik. Al wel een hele tijd geleden. Dus ik dacht, ik kan hem wel weer een keertje aankaarten. Namelijk, ze zouden Save the World gratis maken, free to play, in 2018. Maar, wat is free to play? Betaald. Ja, nog steeds. In 2021 leven we nu. Ja, zegt ze. Ja, het is nog steeds niet free to play. Dus dat vind ik apart. Waarom ze dat hebben gezegd überhaupt toen. Ja, ze hebben het niet waargemaakt. En dat vind ik toch wel een beetje lullig. Want ze beloven dingen aan bijvoorbeeld die guy. En uiteindelijk gebeurt er dus helemaal niks mee. Dus ja, laten we hopen dat het alsnog free to play gaat worden. Dat zou wel eerlijk zijn. En ja, het enige wat we kunnen is hopen. Maar of het ooit gaat gebeuren. Ja, nou ja, we blijven gewoon hopen, simpel als dat. We gaan door naar het volgende topic. Ja, en dit is gewoon eventjes een grappig filmpje van natuurlijk het nieuwe wapen. En Nick A30, moet je kijken naar deze video, best wel geniaal. Okay, first things first, what we're gonna try is if we can suck multiple people. No, it's one at a time. Okay, that's gonna be... Oh, we're just gonna walk down the line sucking up everybody. All right, you ready, guys? So this is about, let's say 100 players, they're just gonna get sucked up with the new recycler. He just left. Oh wait, was it bugged? Oh my god! Oh, you guys are on HD. Ja, gewoon eventjes 100 mensen gewoon opgezogen met dat wapen. Ja, dat is satisfying om te zien, moet ik zeggen. Hij had ze niet allemaal, maar grotendeels wel. En dat wapen... Ja, het is eigenlijk wel een trashwapen, maar als je hem zo ziet, lijkt hij best sterk. Maar het, ik weet niet, ik ben er geen fan van. Dames en heren, dit was het einde van de video. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Smash dan natuurlijk eventjes op het duimpje omhoog, zal heel erg gewaardeerd worden. Abonneren kan hier beneden en je kunt al sporten in de itemshop met de code teveelgevraagd. Hashtag, dames en heren, bedankt voor het kijken. Peace out.